zijn er supportgroepen voor partners en Parkinson patiënten? Supportgroepen voor Parkinson patiënten, ja. Ja, die zijn er misschien wel, maar ik ben ze nog niet echt tegengekomen. Ja, dus, laten we zeggen, je hebt regionaal heb je allerlei activiteiten. Parkinson cafés, bijvoorbeeld. Daar zijn wij diverse malen wel geweest. Er is de pas in opgericht in Loon op Zand, waar wij naartoe gaan. Dat is soms heel leuk, soms minder leuk. We kiezen het eigenlijk uit op grond van het thema wat die middag een rol speelt. Maar het is nog niet een soort soos. Althans, zo heb ik het nog niet beleefd dat je elkaar leert kennen. Misschien ligt dat aan onszelf. Maar want wij gingen voor het onderwerp. En er waren wel eens onderwerpen bij. Denk ik, ja, wat, zonde. Van de andere kant ga je wel met anderen meerijden samen. Uit Drunen bijvoorbeeld, waar ik woon. En die hebben we ook in die sfeer leren kennen. En dat is dan weer heel gezellig. Dus er komt wel een soort netwerkje op gang, zeg maar. Ja. En, maar we blijven kiezen op het onderwerp, want het is eens per maand. Ja. Dus we hebben een WMO-bijeenkomst gehad bijvoorbeeld. Ja, dat was toch heel prematuur. Degene die die WMO-verhalen vertelde, wist er zelf nog net niet genoeg van om echt voldoende te informeren. Ja. Maar goed, er zijn ook hele leuke onderwerpen, ja. Dus dat doen we inderdaad, ja. Wat Gemmy, weet jij? Ja, ik weet dat de Parkinson-vereniging regelmatig bijeenkomsten organiseert naast de Parkinson-cafés. Ja. En verder zie je bij de organisatie mee, dat is een landelijke organisatie, wel op verschillende plekken in het land hun kantoor hebben. Daar wordt ook nog wel eens een bijeenkomst georganiseerd. Maar je ziet vaak in combinatie met mensen met niet aangeboren hersenletsel, dat het toch een soort van... Ja, mensen die verschillende vormen van niet aangeboren hersenletsel hebben, dat daar een groep voor opgericht wordt. Ja. Ik kan misschien nog als suggestie doen dat er voor die mensen die een beetje handig met internet zijn, ook Parkinson Connect is. ParkinsonConnect.nl, waar je een soort Facebook-achtige community hebt, een groep. En daar kunnen ook groepen van mantelzorgers elkaar ontmoeten. Ik weet niet hoe actief dat nu is, maar misschien moet dat ook nog een beetje groeien. Mensen die de uitzending zien, kunnen daar ook best overwegen om daar actief te gaan worden.